Even wat technische dingen. Ja, precies. Even Nou, neem je tijd. Ik zie ook nog niet iedereen. Ik weet niet of dat aan camera's ligt of. Het zijn met een kleine groep en dan is het denk ik prettig om elkaar gewoon te kunnen zien. Of je moet natuurlijk niet op de opnames willen, dat kan ook. Dat kan ook. Ik wil als eerste ook even checken. Deze breakout room sessie is voor mensen die meedoen met een pilot in het kennisprogramma. Ik neem aan dat jullie het allemaal doen. Zo niet, dan kan je misschien teruggaan en in een andere breakout room ingedeeld worden. Oké. Je mag best blijven kijken hoor, Martijn, maar ik denk dat het inderdaad misschien wat minder interessant is. Oké, ja, ik dacht dat het juist een toertje was om te kijken wat er nu speelt, maar ik ga even Nee, kijken. het is eigenlijk een tour. We hebben een SharePoint gemaakt voor alle pilots die deelnemen in ons kennisprogramma om daar documenten te kunnen delen. Dus zodat ze daar hun metingen kunnen vinden, logboek kunnen invullen. En nou ja, het is best wel even een dingetje om in te loggen en om te zien waar alles staat. Dus vandaar dat we deze tour hebben gemaakt, inderdaad. Maar dat kan je ook op een andere manier opvatten, inderdaad. Oké, succes. Hoi. En Astrid, is er ergens ook een overzicht van de aangesloten pilots? Die komt er wel. We hebben een heel mooi kaartje van Nederland gemaakt met alle pilots erop. Die staat nu nog niet op onze website. Die komt op onze website. Oké. Maar jullie hebben natuurlijk sowieso een pilot, hè, Simone. En ook wel meer, maar ik bedoel, eentje was er heel rechtstreeks. Waar Geltjan ook bij betrokken is. Ja, Ja, ik kijk. had ook gedacht, er is nu een overzicht van alle pilots, maar dat geeft niet. Ik blijf erbij. Ja. Oké. Oké. Nou, aangezien we dus met SharePoint gaan werken, is mijn eerste vraag aan jullie eigenlijk of jullie allemaal weer in kunnen loggen op SharePoint. Een tijdje terug ook een mail gestuurd met nog wat met de stappen om in te loggen. Of is dat bij jullie allemaal gelukt? Of moeten we daar nog even wat vragen? Nog niet. Dat mijn Nee. collega dat heeft. Ja, ook Geld-Jan nog niet, begrijp ik. Oké. Oh, Dan. ik weet het niet. Ik heb het in ieder geval niet. Dus ik weet niet of het dan zinvol is dat ik hier wel bij ben. Ik heb wel de e-mail gehad, maar ik moet er nog even mee aan de hobby. Het Voor mij heel veel. Ik ben wel ingelogd en ik heb wel gekeken hoe het werkte en ja, het lukt. Oké, Simone, ik kan me voorstellen dat het ook leuk is om rond te kijken. Maar ja, ik bedoel, als Jan erbij is, kan ik me ook voorstellen dat je gewoon een keer met hem meekijkt. Ja. En hoe kom ik weer terug naar het? Volgens mij, als het goed is, heb je hier bovenaan ook een knop met terug. En dan kom je bij Babette in het plenaire gedeelte. En dan kan je aangeven dat je naar een andere wil. Als het goed is, werkt dat. Oh, ja, ik zie het hele scherm, maar het staat daar. Oké, doeg. Ja? Oké. Okay. Oké, maar er zijn verder dus niet ja, vragen over het inloggen. We hebben dat nog niet geprobeerd, maar Dat komt vanzelf wel goed, denk ik hoor. zelf wel goed. Oké. Nou, dan ga ik gewoon even mijn scherm delen en de SharePoint laten zien wat jullie zien als jullie inloggen en daar even doorheen lopen. Als jullie tussendoor vragen hebben, dan zou ik zeggen gewoon inbreken. Dat is denk ik het makkelijkst in plaats van via de chat. Even kijken. Zien jullie nu mijn scherm? Ja. Oké. Ja, dus zodra jullie in zijn gelogd in de. Oké, hoor. Ik ben trouwens dat ik mezelf nog helemaal niet heb voorgesteld. Laten we dat eerst even doen. Ik ben Michelle Windels. Ik werk bij Waterprof. Dat is een adviesbureau in Utrecht. En ik ondersteun Astrid en Amar bij Circulair Treinbeheer. En dus vooral op dit moment bij de SharePoint-omgeving. En ja, dit is dus het scherm wat jullie zien als jullie inloggen op de SharePoint. De startpagina. Hier links staan een aantal kopjes. Jullie zien zelf een aantal kopjes minder, omdat ik ook beheerder ben. Dus dan zien jullie niet het overzicht van de pilots, maar wel de andere kopjes. Ik dacht eerst even te kijken naar de instructies en de spelregels.
Daar staat eigenlijk alle informatie die jullie nodig hebben om wegwijs te raken op SharePoint zelf. Dus waar je logboek en foto's kan vinden en kan plaatsen. De metingen van Eurofins staan voor veel pilots al op de SharePoint. Die kunnen jullie ook terugvinden en downloaden. En onder het mapje overige staat de checklist als die is ingevuld. En verder staan er ook nog wat achtergronddocumentjes op de SharePoint. En als jullie zelf eventueel ook nog interessante achtergronddocumenten hebben, kunnen jullie dit daar ook inzetten. En wat wel belangrijk is om te weten, is dat je bij alle pilots alle informatie in kan zien. En alleen bij je eigen pilot ook kan bewerken. En als je dus de SharePoint gebruikt, ga je er dus ook mee akkoord dat je dat andere pilots die informatie kunnen inzien. Ja, dus en verder als er nog vragen zijn, staan hier ook de contactgegevens van Astrid en Amar en van mij en Martijn. Dus dit is een kopje waar eigenlijk als je iets niet meer weet, dan kan je hier vooral hier alle informatie terugvinden. Nou, dan staan hier onder achtergronddocumenten staan de achtergronddocumenten die ook genoemd zijn in de instructie hoofdstuk. Zoals een beknopt draaiboek en het onderzoeksplan. Die hebben jullie waarschijnlijk allemaal al een keer gezien. En die kan je hier dus terugvinden en ook downloaden. En dan het meest interessante voor jullie eigenlijk is het pilot documenten hoofdstuk. Daar staan dus mapjes voor alle pilots die meedoen aan het kennisprogramma. En binnen zo'n mapje staat dus, ik zal er eentje aanklikken. Staan dus de mapjes logboek en foto's, metingen en overige. En onder overige staan dus, komt dan een checklist als die er is. Metingen staan de metingen van Eurofins. En onder logboek en foto's kunnen jullie het logboek en foto's uploaden. En je kan ook, ik zag dat deze pilot zelf ook een beetje een mappenstructuur had gemaakt. Er zijn meerdere kuilen met nulmeting en verschillende mapjes zelf een beetje structuur aanmaken. Dus jullie kunnen zelf dit ook een beetje indelen wat voor jullie makkelijk is en wat voor jullie goed werkt. En zodat je het ook met anderen kan delen en terug kan vinden. Dat was een beetje in de vogelvlucht alles wat in SharePoint te vinden is en op welke locatie. Heb je daar nog vragen over? Vrij duidelijk. Ik had het nog niet gezien, maar ik ben altijd wel redelijk makkelijk ermee. Dus ik denk dat het goed moet komen. Oké. Want ik had bedacht dat het misschien ook wel leuk is om het zelf ook een keer te proberen. En dat we zelf aan de slag gaan met dingen uploaden en downloaden. En kijken of het inderdaad ook lukt met inloggen en dergelijke. Michelle, voordat je je schermdelen stopt, is het handig om heel even het logboek ook te laten zien? Ja, dat lijkt me goed. Een logboek. Dus het logboek, in elk mapje staat een leeg logboek. Maar je kan natuurlijk ook je eigen logboek, als je die al hebt ingevuld, uploaden. En dat zijn volgens mij 5 pagina's. Waarvan er eigenlijk maar 3 ingevuld hoeven te worden. De eerste 2 zijn basisgegevens en informatie. En de laatste 3 zijn als het op akkerbouw is, op grasland of in stadsperken. Dus dat is per pilot verschillend. En je hoeft dus 3 van die pagina's maar in te vullen. Had je daar nog aanvulling op, Astrid? Nee, dat lijkt mij ook heel duidelijk. Ja, ik heb nog wel een vraagje. Want het gaat natuurlijk over meerdere jaren. Moet het dan helemaal achter elkaar? Of is het dan elke keer weer een nieuw logboek per jaar? Of gaat gewoon alles onder elkaar? Dat is een hele goede vraag inderdaad. Ik denk dat het goed is om dan elke keer gewoon die pagina waar het gaat over het toepassen nog een keer te kopiëren en
die dan opnieuw in te vullen. Want de basisgegevens blijven natuurlijk hetzelfde. Ja, ja klopt, ja. Ja, dus dat, kopiëren en ja. Ja, ja. Ja, we moeten even kijken, want het zou natuurlijk kunnen dat we op basis van dit eerste jaar tot een verbetering van die pagina komen. Ik zou het ook niet precies weten. Ja. Maar goed, dat laten we nog wel weten. Dat is goed. Ja. Oké. Okay. Verder nog vragen? Dan lijkt het me goed om dat jullie misschien zelf kunnen proberen in te loggen in SharePoint. En te kijken of je dus inderdaad foto's kan uploaden, je logboek aan kan passen en eventueel ook al metingen of dergelijke kan downloaden. Kijken of dat allemaal werkt. Misschien leuk als iemand dat wil proberen en ons scherm kan delen, zodat we allemaal mee kunnen kijken. Ik weet niet of... ik ben even aan het kijken. Want Gjalt-Jan, zijn er bij jou al metingen gedaan? In ieder geval wel bij Margreet. Wij hebben zeg maar de bokashi die zeg maar eerdaags gemaakt worden en die wordt in het najaar uitgereden. En toen we afgelopen najaar aan het uitrijden waren, toen was er nog volgens mij nog geen sprake van de... Nee, klopt. Nee, dus dan komen die metingen nog. Dus dan is denk ik Margreet de enige waarbij metingen gedaan zijn. Ja, ik denk wel, maar ik moet helaas wel zo weg, dus sorry. Oké. Ja. Nou, je kan ook iemand maar, anders kan het ook proberen. Ik moet inderdaad over 2 minuten weg. Oké. Nee, dat schiet niet op. Helaas. Ja. Ja, is het nu wel gelukt bij jou ook om in te loggen, Margreet? Ja, mij is het gewoon gelukt. En ik ga het gewoon... ik heb een beetje tijdgebrek, dus dat is een beetje het punt. Maar ik heb wel wat al ingevuld. En het is de bedoeling dat ik hem gewoon even aanvul met foto's. Ik had al wel een Word documentje, maar ik moet het even overzetten. Dus dat, heel fijn. De komende weken wordt dat goed. En dan probeer ik hem ook bij te houden. En dan werkt het wat makkelijker. Ja, helemaal geweldig. Dus het gaat goed komen. Mooi. Ik ga jullie verlaten. Bedankt. Ja, dankjewel. Tot volgende keer. Hoi. Doei. Arie, ik geloof dat jij iets later binnenkwam. Is het bij jou, sowieso bij de anderen hoor, is het bij iedereen nu gelukt om in te loggen? Nee, ik heb nou niet ingelogd bij SharePoint. Ik zit bij een andere vereniging of via SharePoint en is niet mijn lievelingstool geworden. Dus, Nee, wij hebben geprobeerd om hem zo gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten. Maar het is inderdaad, het blijft een Microsoft ding, hè? Dat is nou eenmaal zo. Soms ben je vreselijk aan het zoeken naar een knopje en zit dat totaal ergens anders dan waar je hem verwacht. Nou, in principe moet ik helemaal van nul af beginnen nog. We hebben wel een paar monsters laten nemen van onze proef, maar er is verder nog niks gedocumenteerd, tenminste in SharePoint nog. Nee, oké. Maar volgens mij, we hebben natuurlijk wel de checklist gedaan eind vorig jaar al. Dus als het goed is, staat die er ook in. Kijk. Bart die heeft ingelogd. Dat is fijn. Dat is gelukt. Want misschien, ik weet niet of jullie ook foto's hebben van eerdere jaren. Zou je die ook kunnen proberen om die te uploaden? Of misschien nog wel van dit jaar. Als jullie er wel bij willen zetten, misschien in de titel van zo'n documentje van wanneer ze zijn en wat het is. Dan is dat voor degene die het straks, we gaan een vierdejaarsstudent gaat het straks allemaal bekijken en categoriseren en analyseren. Elk jaar zullen we daar iemand voor gaan vinden waarschijnlijk bij Van Hal Larenstein. Die hebben daar wel interesse in. Dus... als jullie het iets willen vergemakkelijken, dan is het handig om bij zijn foto's ook inderdaad even wat gegevens te geven. Maar even, Astrid, even vanaf het begin. Ik zei net, ik zit dus vanuit bij een andere organisatie via SharePoint. Maar als ik gewoon in SharePoint inlog, kom ik bij die organisatie uit. En ik kom nooit bij jullie uit. Daar moet ik denk bepaalde handelingen voor doen, of niet? Ja, dan zou je... ik zit even te denken, weet jij hoe dat zit, Michelle? Dat je dan, als jij dat mailadres toevoegt misschien, dat die dan kan wisselen? Of zou dat niet
kunnen. Ja, maar anders moeten we dit misschien even aan Martijn voorleggen. Martijn is onze SharePoint deskundige. Ja, apart bespreken, want we willen best meedoen. Ja, we doen in principe al mee, maar... Ja, nee, maar het moet wel werkbaar zijn. Dat is ook, dat is het hele idee hierachter. En als je de website gewoon aanklikt terwijl je ingelogd bent al, kom je dan ook niet gewoon op deze, op de circulaire terrein bij de SharePoint? Of zoekt hij, ja, linkt hij hem dan door naar je andere SharePoint? Nee. Dat... Wacht, ik zal stuur hem anders even in de chat. Ik zal even helemaal opnieuw moeten beginnen. Dat, okay, ben jij nu ingelogd in die andere SharePoint, Arie? Nee. Maar dan moet ik uit deze werkomgeving, moet ik in mijn eigen werkomgeving. En, Oh, dat is inderdaad, ja. En daar houdt mijn kennis van webinars en SharePoint houdt dan ook al op, bij wijze van spreken. Dat, ja. Is het maar dan moeten we gewoon even een keer apart doen. Ja, precies. Is het handig, Michelle, dat jij dat doet? Of zullen we dit gewoon bij Martijn neerleggen? Want dan kan ik me ook voorstellen dat dat... Maar dat is ook wat jou heel handig vindt. Ja, ik weet zo het antwoord ook 1, 2, 3 niet. Misschien Martijn wel. Precies. Dat denk ik ook. Ja, zou jij Arie en Martijn willen koppelen? Ja. Is het misschien handig, Arie, om even je mailadres in de... Of heb jij zijn gegevens al? Als je je mailadres in de chat zet. Nee, als jij jouw mailadres in de chat zet, dan zorgt Michelle dat je gekoppeld wordt. Is het ook ondertussen bij de rest gelukt om in te loggen? Ja, druk mee bezig. Oké. Ja, het is altijd even een gedoe, omdat je ook nog met die authenticator... Ja, nou, daar loop ik nog vast nu, maar... even zien. Maar dat is inderdaad een Windows dingetje. Dat moet. Bart, is het jou inmiddels ook gelukt om in jullie map te kijken en nou ja, daar misschien ook, volgens mij staat jullie checklist daar nu ook in. Die had ik nog niet gestuurd, maar die was al wel klaar. Hallo. Hi Petra. Goedemiddag. Ik ben Arie gedempt. Hi. Arie krijgt een pakketje, geloof ik. Zat jij bij een andere werksessie of ben je net... Ik ben eigenlijk ziek thuis. Ja, ik kom net uit het ziekenhuis, maar ik dacht, ik haak toch even aan wat op de achtergrond. Want dan kan ik ook even meekijken in het SharePoint systeem. En dan, dus in die zin facultatief aanwezig. Ja, helemaal goed. Is het jou al gelukt om in te loggen? Heb ik nog niet geprobeerd. Nee. Ik ben net 2 weken in het ziekenhuis geweest. Dus ik kijk graag even mee en ik heb mijn laptop erbij. Dus dan, Ja, want de anderen zijn nu bezig. Michelle heeft even een korte presentatie gegeven net. Of eigenlijk gewoon het scherm gedeeld met de SharePoint waar alles staat. Maar de anderen zijn nu bezig om in te loggen. Dat is bij... Ga ik dat ook even doen. Bart, is het gelukt? Ja. Je moet je Authenticator app hebben. Ik weet niet of je die al hebt van... Ja, wat is die van Windows? Microsoft, hè? Ja. Kijk, nou hebben we ook beeld van Bart.
Heb je jullie checklist inmiddels gevonden, Bart? Ja, en geopend zojuist. Kijk. Dus, goed zo. We kunnen er ook mee aan de slag. Ja. Ja. Ja, stuur je die ook door naar natuurmonumenten? Nee, wat was het? Staatsbosbeheer. Ik heb elke keer verkeerd in mijn hoofd. En, Zij mogen er mee invullen. Ja, natuurmonumenten mogen mee invullen. Hè? Ja, ja, precies. Maar Staatsbosbeheer was er natuurlijk bij. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Oké. Als er vragen zijn, dan horen wij dat graag. Nou, ik zet hem in ieder geval inmiddels... Ja, in het kader, er zijn geen domme vragen. Ik probeer die QR-code te scannen, maar daar slaag ik niet helemaal in. Heb je enig idee waar dat dan zou kunnen liggen? Ik ben bezig met de verificator-app. Mm-hmm. Alleen, ik krijg helemaal niet de mogelijkheid om een afbeelding te scannen. Ik zie de afbeelding wel. Alleen, ik heb het wel geprobeerd gewoon met mijn camera. Daar kun je soms ook wel QR-codes mee scannen, maar dan zegt hij geen bruikbare data. In die app kan je volgens mij... rechtsbovenin staat een plusje om een account toe te voegen. Ja, dat heb ik gedaan. En dan staat er QR-code scannen. Even kijken. Nadat je zeg maar een account hebt toegevoegd. Nou, bij mij is het als ik zeg werkaccount toevoegen, dan staat er scan QR-code. Oké, dat heb ik dan weer niet. Heb ik wel de goede authenticator. Als ik daarop druk, krijg ik dat ook inderdaad. Kijken hoor. Kijk, als je een andere kiest. Ja, ja, dat zou hij als je op één op persoonlijk account of werkaccount klikt, dan zou hij dus ook de mogelijke de optie moeten geven om te scannen. Heb jij, ik weet niet of je je camera moet activeren voor deze app. Dat zou ik me nog voor kunnen stellen. Dat denk ik. Oh, sorry, dat heb ik wel gedaan in ieder geval. Ja, precies. Want anders dan nou, als je geen camera zou hebben, dan kan je natuurlijk ook zo'n QR-code niet scannen. Het is mij in ieder geval inmiddels gelukt. Kijk, heel mooi, André. Ja, als de QR-code niet werkt, kan je volgens mij ook gewoon via die app inloggen. En dan kan je ook goedkeuring geven. Gewoon met je wachtwoord, zeg maar. En André, lukt het dan ook om bestanden in te zien en eventueel foto's up te loaden? Nou, bestanden heb ik er nog niet in staan, maar we zitten nog een beetje in het voortraject. En kan ik het een en ander... kijken. Even te kijken hoor. Aha. Ik moet eerlijk zeggen dat het me wel gelukt is om erin te komen, maar het is dus ook heel makkelijk om er weer uit te geraken, schijnbaar. Nee. Is dat zo?
Ik heb SharePoint eigenlijk altijd openstaan. Dat blijft bij mij open, maar ik weet niet... Ik zal ongetwijfeld wat gedaan hebben, waar ik zelf niet in mijn vinger op kan leggen. Is goed, Arie. Arie moet er vandoor. Dus ik ga dat nog maar zien. Nou, uiteindelijk is het de bedoeling dat ik dus want ik heb blijkbaar ook gewoon SharePoint, daar zie ik allemaal dingen van mijn werk in staan. Daar zou ik dan jullie account onder moeten zien of zo. Die zou dan ook moeten verschijnen binnen dezelfde. Ja, daar ga ik wel vanuit inderdaad. Ja, gewoon, want ik neem aan dat hetzelfde mailadres is. Ja. Ja. Ja, dus dan zou je inderdaad de keuze moeten krijgen. Zou je op een startscherm moeten komen en de keuze moeten krijgen of je naar ons SharePoint wil of naar die andere. Ik zal het even vanuit de browser doen. Misschien dat dat makkelijker werkt. Kijk hoor. SharePoint. Ja, ik doe het zelf ook altijd vanuit de browser hoor. Kijk. Ik zit inmiddels weer in. Als het goed is, kunnen jullie nu ook dus bij anderen kijken en ook bij andere foto's kijken of de logboek of in ieder geval die in die van het havenbedrijf, daar staan ook wel wat foto's in. Oké, dan gaan we die eens even, want ik zit er al een paar te openen. Maar... Precies, nee, niet iedereen, het wordt nog niet zo heel druk bezocht. Hoekse Waard, Barendrecht ook. Even kijken. Even kijken welke. Ja, nummer 14 ook. Meisel rechtstreeks Putten. Ja, Putten ook inderdaad. Ja. Nog wat in foto's. Dat heeft Jan Wenzel gedaan inderdaad. Dat klopt. Ja. Inderdaad. Dus ja, ik kan daar verder mee, zeg maar. Oké, hartstikke mooi. Kijk, dat is dan in ieder geval al één, André. Dan, Normaal gesproken ben jij mij op dit vlak, zeg maar, vele malen te wijs af, zeg maar. Dus het is ook op zich wel een leuke gewaarwording, zo. Nou. Ja. En Petra, ik zag volgens mij jou net inloggen met de app. Is het gelukt inmiddels? Ja, ik ben er volgens mij bijna. Oké. Okay. Dat komt, ik heb ook net een week een nieuwe telefoon. Dus, en Samsung in plaats van een iPhone. Dus ik heb twee uitdagingen. Zo, ja. Dat zeker wel, ja. Ja, dat is... Ik denk dat ik naar de Fairphone ga de komende keer. Dus ik, dan moet ik ook afkicken, denk ik. Dat heb ik ook gedaan, van iPhone naar Fairphone. Ja, dat is wel stof. Ja, nou ja, ik ben van de winter ik denk dat dat nog een grotere stap is van een iMac naar een Windows computer. Oh ja. Ja, dat is, ja, dan ben ik nog steeds af en toe niet aan gewend, zeg maar, na een half jaar. Nee, dat klopt. Ik moet hier ook echt hem niet in de hoek gaan gooien, zeg maar, want dan heb ik helemaal niks meer. Ja, ja. Ja, ik begrijp ook nog steeds zelf niet waarom programma's als Word en Excel op een Windows computer gewoon echt vervelender zijn dan op een Mac, want het is van Windows. Ja, ik begrijp dat ook niet, maar nou ja. Ja, volgens mij gaat het goed. Ja? Kijk. Ja. Ik
zie dat inderdaad van Maisel rechtstreeks putten. Daar zijn ook aardig wat, wat foto's. Ik zal nog eens even vragen of hij ook wat een foto kan nemen met het niet behandelde deel en behandelde deel naast elkaar. Want nu kan ik in ieder geval dat onderscheid niet goed zien. Dus ik ben benieuwd. Dus is het nou iedereen gelukt om in te loggen of nog niet? Jan, je geluid staat uit. Ik zit nog steeds te worstelen met die authenticator. Hè? Ik zit er nu in. En als ik dan terug ga naar het volgens mij beginscherm, dan zie ik daar nu mijn eigen account op staan. Mm-hmm. Alleen ik zie nergens de mogelijkheid om een QR-code te scannen. Waar zie je dat, zeg maar? Waar moet ik dan op klikken? Of hij ziet die optie gewoon echt niet bij mij? Nee, dat zou kunnen inderdaad. Maar je hebt wel, jij hebt ook, kijk hoor, of ik, moet ik misschien even mijn achtergrond uitzetten? Want anders dan ga je dat niet. Kijk, hoe doe ik dat? Maar als je dan inlogt, als je account er al tussen staat en je logt in. Ja, je ziet zo'n scherm op je. Ja, dat heb ik inderdaad. Ja. En als je dan op dat plusje drukt, ja. Dan krijg je deze. Ja, dat krijg ik ook nog. Ja, als je dan op een van die drukt, krijg je een vraag of je de QR-code wil scannen of iets anders wil doen. Maar ik zie daar, zeg maar, dat scherm waar jij nu in staat, zie ik persoonlijk account, werkaccount of overig, staat daar, ja. Hè? Ja. Ja, en als ik daar één op klik, dan zegt die werk- of schoolaccount. Oh, daar staat inderdaad QR-code scannen. Hartstikke. Daar. Hey. Kijk, dat is toch weer fijn. Even kijken. Misschien ondertussen even, als het toch zo stil is. André, hoe gaat het met de opstart? Nou, ik had die vraag natuurlijk al verwacht. Dus ja. Daar heb ik een antwoord op. Dat is in proces, zeg maar. En daar hebben wij... ik heb daar contacten over gehad en proberen te onderhouden. En stroperig, zeg maar. Ja. En ja. Toen heeft het ook even een tikkeltje naar de achtergrond verdwenen. En vervolgens is dat weer onder de aandacht gekomen. Dus ik heb dat stroperige wat vloeibaarder proberen te maken. En concreet hebben we volgende week woensdag een afspraak. Kijk. Met de gemeente Bronckhorst om dat verder handen in voeten te geven. Ja. Dus dat is voor wat betreft Bronckhorst. Ja. En Montferland heb ik niet helemaal inzichtelijk en ik vraag me een beetje af of dat doorgang vindt of niet, maar daar probeer ik ook op korte termijn even op terug te komen. Ja, laat het weten, want wij krijgen inmiddels wel aanvragen voor de reservelijst, zeg maar. Ja, en het is wel, ik begrijp dat het nou eigenlijk gewoon niet wenselijk is dat wij een reservelijst blokkeren en zelf niet actief zijn. Of ik snap dat het soms gewoon lang duurt die opstart, hoor. Dus dat, nou, we zijn wel actief. Wel. Laat ik zo zeggen, we zijn wel actief. Alleen de trajecten zijn wel wat stroperig, zeg maar. Ja, precies. Precies. Ja. Dus ik kom op de termijn op terug. Ja, en dan had ik ook die dam nog staan. Ja, en dat is in samenwerking met Cummeling. En dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als met Montferland. Dus daar kan ik niet helemaal direct antwoord op geven. Okay. Maar daar heb ik ook contacten over. Dus binnen nu en 14 dagen mag je van mij iets verwachten. Oké, heel fijn. Ja, dat is mooi. Nou, het is inmiddels gelukt. Ja. Toch maar goed, ik zat nog te twijfelen welke sessie ga ik kiezen. Maar dan was ik er nog steeds niet in geweest als ik bij die andere had gezeten. Dus. Nee, dat is toch wel heel fijn dan inderdaad. Ja. Ja.
Gjalt, ik had deze sessie gekozen omdat ik er helemaal nog niet in thuis was. En ik denk, dit brengt me waarschijnlijk verder. En toen kwam er toch weer een stukje zelfontplooiing om de hoek kijken. Dus nou ja, al met al de moeite waard. Kijk. Nee, maar dat is wel fijn. Dan kunnen we inderdaad nou even aan de actie. Ik heb de volgende, nou morgen en overmorgen kan ik wat foto's schieten en dergelijke. En gaan we ook analyses doen. Dus voor de onkruidtoets, welke analyse gebruiken we daar eigenlijk voor? Nou ja, wij, als het bij jullie klaar ligt, dan doen wij even een berichtje naar de WUR. En dan komt Eurofins gewoon van ons uit meten. Ja. En daar zit zo'n onkruidkiemtoets bij. Duidelijk. Dus ja, en wat, ik weet niet precies door wie jullie het normaal laten doen. Dit gebeurt door Eurofins. Ik weet dat er ook pilots zijn die ook bijvoorbeeld Eurofins hebben gevraagd om meer metingen te doen bij hen. Want wij doen in principe één meting van product en een meting van de bodem waar het terecht komt straks. Ja. Maar het is klaar dus? Want dan, Nee, het wordt morgen gemaakt, zeg maar. Oh, oké. Nee, maar dan is dat goed om dat even te laten weten al, zeker gezien de vakantieperiode. Ja. Dat wel ingezet wordt. Ja. Super. Dus nou ja, dat is wel inderdaad gewoon goed dat ik er nu bij ben. Ja. Het is altijd even een heel gedoe. We werken met heel veel systemen. Ik kom er meestal wel uit. Maar met name wachtwoorden is bij mij altijd een drama. Dat is heel herkenbaar. Maar het is heel fijn dat dit ziet er verder heel overzichtelijk uit. Dus daar gaan we helemaal uitkomen. Super. Mooi. Okay. En hoeveel speelt het bij meer mensen dat de data er nog niet echt in komt? Want ik kan ook nog wel eens wat mensen aan de jas trekken. Nu ik zelf ben er nou helemaal doorheen gelopen. Dus alle dingen die ze tegenkomen. Zijn er nog mensen waarvan je verwacht dat het handig is dat ik ze even moet bellen? Of van je weet dat ze bijvoorbeeld met ons recept bezig zijn waar je nog niks van hebt gehoord? Of, Even kijken. Dat is bijvoorbeeld Heerenveen. Dat is volgens mij ook jullie recept. Dat is de bagging machine. Ja. Hessel van der Meer staat daarbij. Daarvan vraag ik echt af of dat ook wel een pilot gaat worden binnen ons programma. Ik bedoel, hij was zelf al enthousiast, maar hij moet dan wel de gemeente mee zien te krijgen. En daar hebben we ook nog geen intakegesprek gehad, bijvoorbeeld. Niet dat dat, hè, als je later aansluit, hoeft dat niet per se. Maar we willen wel graag zelf even een... we willen natuurlijk ook gewoon weten of het doorgaat. Denk trouwens dat ik zit even te kijken. Oh nee, het is blad en maisel staat erbij. Dat is jullie recept. Even kijken. Dan Leeuwarden, die misschien ook. Want volgens mij is die ook nog nooit ingelogd. Dat is Geert Draaistra. Die heeft... Hoe kunnen dat ik die pas aan de telefoon heb gehad? Oh, dat zou inderdaad kunnen, ja. Dat zou kunnen. Even kijken. Dan hebben we de pilots van André natuurlijk. Groningen, die gaan bijna de checklist doen, dus die kan ik dan zelf wel even alarmeren, zeg maar, eens even vragen hoe het ermee voor staat. Dan hebben we nog het Hoge Land, dat is ook de bagging machine. Dat is Johannes. Ik zit even te kijken, welke van deze twee heb ik nou de checklist? Johannes Draaisma, maar dat is even kijken. Nee, Johannes Arkema bedoel je, of niet? Ja, Johannes Arkema hebben we. En dan hebben we nog Jappie de Vries van... Ook uit Groningen is dat. Gruno Recycling. Oké, dit ken ik ook wel zijdelings. Die moeten ook nog eventjes geholpen worden, dus. Ja. Ja. Oké. Ik ben even aan het kijken naar bij wie ik nou de checklist heb binnenkort. Maar ik geloof dat ik daar nog geen vergaderverzoek van heb gehad. Dus dat kan ik dan ook niet zien. Even kijken of ik verder, want wij hebben een mooi lijstje hier ook. Noord-Limburg is denk ik ook van jullie. Zou goed kunnen. Recept. Dat loopt via het waterschap. Ons contact is in ieder geval Fedor van Heur. Die was vandaag wel aanwezig, maar heeft ook nog niet ingelogd. Hetzelfde trouwens als in Zuid-Limburg. Daar is hij ook de contactpersoon. Dan hebben we nog... Oh nee, Almkerk is een geval apart. Die gaan geloof ik toch uiteindelijk niet meedoen met het kennisprogramma. En dan
OMAP is natuurlijk bijna klaar. Maar die hebben ook al wel het een en ander geplaatst. Nieuwkoop heb ik dan nog. Maaike Dijkstra. Dat is ook een jullie recept. Ook de baggingmachine, geloof ik. Oké. Okay. Maaike Dijkstra uit Nieuwkoop. Oké. Okay. Die ken ik dan persoonlijk niet, maar dat... Moet te vinden zijn, toch? Ja. Ja. Nee, maar dan kan ik, ik heb het zelf ook wel. Iedereen is natuurlijk het, met name in het begin van het seizoen, heel erg druk. Zeker die loonwerkers. Ja. Nee, dat klopt. Dat begrijpen wij ook hoor. Maar het is natuurlijk wel fijn om het... Ja, bedoel, als je het bijhoudt, dan is het natuurlijk wel zo makkelijk. Ja. Nee, er zijn een aantal van deze adressen, daar heb ik wel persoonlijk ook wel contact mee. Dus die kan ik sowieso even kijken of ik ze kan helpen. Ja. Dus uiteindelijk inderdaad valt het allemaal mee. Het was binnen een half uur gepiept. Dus, Jawel. Ja hoor. En het wordt steeds makkelijker daarna. Precies. Ja. Super. Zijn er nog andere vragen? Nee? Ja, ik vroeg me af. Wij maken om de 2 weken foto's van onze beide paardenlocaties. Ik ben nu even aan het... de mappen aan het uploaden. Maar om te voorkomen dat ik iedereen belast met weet ik hoeveel foto's. Ik load gewoon de map up. En dan over 2 weken, als ik dat opnieuw doe, dan vervangt die... Of moet ik die oude even weggooien? Dat is handig. Oh, je verzamelt ze gewoon in 1 map en die zet je elke keer online, bedoel je? Ja. Ja. Ik denk dat het handiger is. Ja, ik weet niet helemaal hoe dat werkt. Weet jij dat, Michelle? Volgens mij is het net als dat je normaal in een map iets kopieert en plakt. En het heeft dezelfde naam. Dan kan je zeggen vervangen of overslaan. Dat werkt in SharePoint ja, dat kan ook zo. Inderdaad. Dat ik ga het gewoon even proberen. Of dat, Ja, precies. Ja. Ja, inderdaad. Dank je. Dat zegt hij. Oké, top. Ja, top. Dat is wel zo makkelijk. Ja. Dan wou ik ook nog zeggen, als er nog meer mensen toegang nodig hebben tot SharePoint, die jullie kennen, dan kunnen jullie mij een mailtje sturen met een e-mailadres en dan kan ik ze nog toevoegen. En verder denk ik dat dat redelijk was voor nu, als iedereen erin kan en er verder mee kan. Ja. Dan, hoe zitten we tijdstechnisch? Kunnen we nog een stukje meepakken van sessie 5 was het, geloof ik? Volgens mij hebben we nog een kwartier. Dus, nog een kwartier? Kan het laatste kwartier misschien nog aansluiten? Ja. Als ik zo terug ga, kan ik dan kiezen waar ik weer erin ga? Of... Nou, volgens mij zit, als het goed is Babette daar nog. En dan kan je aangeven waar je, dat je bij 5 erin wil. Super. Hartstikke bedankt voor de ondersteuning, Michelle. Fijn dat ik erin zit. Dat, dan gaan we nu door nog even naar de andere sessie. Tot later. Dat is goed. Ja. Hoi. 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 Ik ga Bert even een appje sturen dan. Ja, of we gaan zelf ook terug. Ja. Gaan jullie ook terug? Of, ja. Ja, ik kan gewoon terug naar het hoofdmenu weer. Hè? Ja hoor. Ja, oké. Oké. Dankjewel. Bye.